De geur van koffie in de ochtend. Maar hoeveel kopjes kun je nou eigenlijk drinken op een dag? Die vraag beantwoord ik in deze video. Nou, goed nieuws. De meeste koffie staat in een schijf van 5 en is dus gezond. Wel is het belangrijk dat je er niet te veel van neemt en het maakt uit hoe je de koffie zet. De cafeïne in koffie zorgt voor een verhoogde concentratie en je voelt je meer alert. Hoe snel je dit ervaart en hoe groot het effect is, dat verschilt per persoon. Te veel cafeïne kan zorgen voor negatieve effecten, zoals rusteloosheid en slapeloosheid. Gemiddeld kunnen gezonde volwassenen zonder problemen ongeveer 400 milligram cafeïne binnenkrijgen. Dat zijn ongeveer 5 kopjes koffie van 125 milliliter per dag. Maar in koffie zit naast cafeïne ook cafestol. Een vettig stofje dat het LDL-cholesterol verhoogt. Een teveel daaraan vergroot de kans op een hartaanval of beroerte. Hoe beter de koffie gefilterd is, hoe minder cafestol erin zit. Koffie gezet met een filterapparaat zoals deze, koffiepads of oploskoffie is het best gefilterd en bevat daarom het minste cafestol. Hier kun je veilig ongeveer 5 kopjes per dag van nemen. Koffie gezet met cups, een espressoapparaat zoals deze of een mokkapot is minder goed gefilterd. Daarom adviseren we om hier niet meer dan 2 tot 3 kopjes koffie per dag van te nemen. Koffie gezet met een cafetière bevat veel cafestol. Hier kun je beter niet meer dan 1 tot 3 kopjes per week van nemen. Het meeste cafestol zit in kookkoffie. Het is daarom beter om deze koffie helemaal niet te drinken. Je kunt dus het beste kiezen voor koffie gezet met een papieren filter, koffiepads of oploskoffie. Nou, geniet ervan. Ik neem er nog eentje.